Op 11 januari overleed ze op 20-jarige leeftijd Michiel van der Elzen, collega van de Boekelse lokale omroepkring na een noodlottig ongeval. Op 17 januari namen we Nia Domo afscheid op indrukwekkende wijze. Familie, vrienden, buren, collega's, maar ook heel veel mensen die Michiel kenden van de Joepiedagen, van de schouting, van zijn clownerie, maar ook van zijn vrijwilligerswerk en andere werkzaamheden. Ook de collega's van de Jongblok brachten een eer aan Michiel van der Elzen. Zij deden dat op hun eigen wijze. Are swaying.